Advice is voor mij, maar ook voor iedereen, een unieke kans om in een ontzettend gave, jonge, dynamische wereld te werken aan je eigen digitale ontwikkeling. Hoi, ik ben Bas Wolters, met 50 jaar een van de meest ervaren digital brains bij Advice en sinds 1 april werkzaam als marketingmanager. De overstap naar Advice eigenlijk heel simpel. Ik heb 4 jaar lang als klant met Advice mogen werken en dat was een ontzettend mooie ervaring al. Ik zag daar een hele mooie cultuur, mooie mensen, maar ook een hele mooie dienstverlening die bij mij paste. Ik wilde zelf heel graag terug naar de bureauwereld. Daar heb ik mijn hele leven eigenlijk in gezeten. En de plus is ook nog dat het digitaal is, de online variant. En ik denk dat dat zeg maar, op dit moment wezenlijk is voor elke business. Dus daar wilde ik heel graag zeg maar, in werken. En die combinatie is heel mooi gelukt. Voelt ook heel goed. Nou, voor mij is het onboardingsproces misschien al wel een tijdje bezig met alle gesprekken met advisors. Voordat ik nu überhaupt hier ging werken, de manier waarop je wordt ontvangen, de manier waarop mensen met je omgaan, de gesprekken die je voert, vervolgens kom je tot een overeenkomst. Ja, is alles heel snel geregeld, van laptop tot alles wat er omheen zit. Kom je hier binnen op je eerste dag, is je bureau versierd, staat er een koffer klaar met allerlei cadeautjes, maar ook allerlei merkwaarden die duidelijk worden en dat voelde heel goed. En vervolgens heb ik 2 weken lang eigenlijk in afspraken gezeten, in kennismakings gezeten, de zogenaamde kickstart met directie waar alles wordt uitgelegd. Heel veel systemen, heel veel informatie en heel veel leuke mensen, dus dat voelde ja, enorm fijn. Oh, 3 woorden, Bas Wolters. Dynamiek, duidelijk en eerlijk. Mensenmens, coach, zou ik zeggen. Als marketingmanager ben je met name verantwoordelijk voor het merk Advice zelf, in alle facetten. De uitstraling naar buiten, de positionering, de branding, ook de lead generatie. Zeg maar, hoe krijgen we nieuw business in samenwerking met sales? De recruitment kant, hoe krijgen we veel nieuwe collega's die we ook echt nodig hebben? Dus ik denk dat het een heel breed facet is, maar altijd bedacht vanuit het merk Advice zelf. Dat zijn er 3. Drie woorden komen daarbij naar binnen. Dat is simpel houden, keuzes maken en menselijk maken. En met die laatste bedoel ik met name hoe krijg ik 120 collega's, maar ook al die klanten die we hebben, zeg maar centraal en kunnen we vanuit dat perspectief gaan werken.